De Stadskroniek Tingeling, 150 jaar tram in Antwerpen. Het is eigenlijk de geschiedenis over de mensen die er hebben mee gewerkt en hebben mee meegereden. Ik ben Bob Morre, ik ben medewerker van het Tram- en Autobusmuseum in Berchem. Maar ik ben ook iemand die altijd gefascineerd is geweest door zeg maar openbaar vervoer, maar dan nog eerder de dingen die op rails lopen en zeker de tram. Er zijn al heel veel boeken over de tram verschenen, ook boeken over de Antwerpse tram, maar die focussen heel erg op technische aspecten. Hoe groot waren ze, hoe zwaar waren ze, hoe zaten de motoren in elkaar, dat soort dingen. En wij hebben echt wel proberen focussen op die meer sociale kant. Wie waren de mensen van de tram? Wat is de evolutie van die tram? Wat heeft die betekend voor de stad? En dat er echt in proberen verweven, waardoor het toch, denk ik, voor een breed publiek een heel fijn boek zal zijn om te lezen.